En daar was Schaap. Aan de bal Spork. En dit is Roembiak voor Cambuur. Dat thuis dat nog helemaal niet gewonnen had dit seizoen. 3 punten had het 8 wedstrijden. Hier had Van Eck de bal weg in het doelmond voor zijn keeper Vonk. In de ploeg trouwens bij Cambuur Hauser onder nummer 9. En speelde onder meer speelde bij Sunderland. Dit is een hoekschop van Roembiak. Dat wordt goed neergelegd met het hoofd. Daar komt hier Ulenbeek. Geweldige knal. En die gaat in het zijnet. Ulenbeek. Nu nummer 2 bij Ajax, heb ik hem wel eens als links of rechts buiten gezien. Een prima schot net naast het doel van Vonk. Cambuur 17e, Den Bosch 16e, dus een hele belangrijke wedstrijd. En Cambuur was de betere. Guskens paast, hier. Dit is Hauser, over wie ik repte. Lijkt een overtreding, maar dat is de voordeelregel. Guskens gaat goed door. Daar is Mols, met links, 1-0. Dat is de 24e minuut van de wedstrijd. En de 21-jarige Michael Mols, ook ex-Ajax, maakt een hele belangrijke goal voor de thuisclub. Daar is het duel van Hauser. Guskens gaat goed door. Buitenkant rechts tikt die bal door op Mols. Die neemt het rechts aan. Legt hem goed neer voor zijn linkerbeen. En dan is Vonk gepasseerd. Haatrecht paaste. Keizer. Nee, dit is Keizer. Ulenbeek. Hele snelle man daar aan de rechterkant. Het Goossens voor zich. Kom op Roembiak. De prima redding van de keeper van Den Bosch, Vonk. De man die dus van Grintven, nu MPV, heeft opgevolgd. Haatrecht weer. En dan is die aanval afgeslagen. Nieuwe aanval van Cambuur. Met Roembiak. Een Hagenaar trouwens. Guskens, goede beweging. De voorzet komt. De inzet is daar ook van Keizer. De bal wordt weggehaald op de doellijn. De Wolfs. Dit is Marcel Keizer. 1-0 voorsprong. Na 45 minuten voor de thuisclub. Weinig kansen voor Den Bosch. Maar hier is er een voor Smeets die de bal goed meeneemt. En laag inschiet. En dan vindt hij Grim op zijn weg. Bal of omhoog gemoeten, weet ook Smeets zelf. Dat was de eerste kans voor Den Bosch. En meteen een hele goede, een vrije. Van Eck. Overname van de kant van Cambuur. Mols met een paar hele goede bewegingen in deze wedstrijd. Kaatselt met Hauser. Het gat van Spork. Een goede knal van afstand van deze man die van Sparta komt. Roembiak. Mols met rechts nu. Goed ingeschoten. Een dikje mee van Roembiak tegen Michael Mols. Die een hele knappe wedstrijd speelde. Spork inschuiven telkens. En die paas werd onderschept. Overname van de kant van Den Bosch. Derksen laat ze van de bal afzetten. Daar komt Ulenbeek heel snel gepaast met links op Mols. Mols wacht goed en schiet heel knap in. En maakt een 2-0. Let op het juichen van Mols en Ulenbeek. Nieuwe variant. Heel goed gewacht van deze Mols. Heel beheerst ingeschoten. 2-0 voor de thuisclub. Spork. Behoorlijke overtreding van Smeets. Wordt ervoor gefloten. Dit is de tweede hand van de pluim. Weet om dat Cambuur Den Bosch wel eens voorbij zou kunnen gaan op de ranglijst met deze stand. Dit is weer Mols. Dan moet hij eigenlijk scoren om het helemaal te verfraaien. Dat lukt het niet. Het had zijn derde goal in deze wedstrijd kunnen zijn. 2-0. Dus nog steeds een kleine kans voor Den Bosch. Met Nijhuis aan de zijkant. De voorzet van Eck, maar de bal op de Sinkgraaf in eigen doel gewerkt. Het is dan 2-1. En verder kwam Den Bosch niet. Goede actie van Nijhuis. Van Eck is dan mee naar voren. De voorstopper. Iets tegen het gevaar.